Welkom, lief mens. Ik ben Christel. Fijn dat ik samen met jou even mag zien naar wat deze nieuwe maanenergie in het teken van Waterman 1 februari 2022 ons te vertellen heeft. De samenvattende titel is geworden: Het delen van ervaringen leidt naar een samen sterk zijn. Het leven is aan het veranderen. En er is angst aanwezig voor mogelijke gevolgen, twijfel over wat komt. Het voelt alsof er geen beweging vooruit komt. Kan het zijn omdat we te veel vasthouden, vastklampen aan het oude, het vertrouwde? Zijn we te koppig, te galstarrig om iets toe te geven of te erkennen? Staat onze trots het niet willen geweten hebben hoe iets daadwerkelijk is, ons in de weg? We kunnen heel wat vormen van verzet en weerstand ontmoeten binnen onszelf. Wat een onbeweeglijkheid, onveranderlijkheid, een periode van stagnatie met zich meebrengt. Voelen we ons geneigd om vast te houden aan iets wat ons niet langer of totaal geen zekerheid meer weet te geven? We kunnen alles trotseren door veranderingen een kans te geven en te zien wat er komt. Ook wanneer we zelf wat energie lijken te missen. Onze energie staat op een laag pitje en dat komt wellicht omdat het ons ontbreekt aan zin, richting, een doel in ons leven. Heel veel kan onze aandacht vragen, waardoor onze energie versnipperd voelt en we onze focus een groot stuk verloren zijn. Verandering in onze energie, in onze focus, kan ons ten goede komen. Het is mogelijk om ons enthousiasme nieuw leven in te blazen. Misschien is het een signaal dat we toe zijn aan wat inspiratie, motivatie. Een signaal om je niet langer alleen te voelen, maar verbonden en in gemeenschap met gelijkgezinden. Mensen met wie we dezelfde idealen, gedachten, gevoelens, ideeën delen. Het maken van nieuwe connecties met één iemand of verschillende personen staat centraal. We hoeven niet langer te worstelen met het gevoel aan ons eigen lot overgelaten te zijn. Dat gevoel kan doorbroken worden door verandering toe te staan. Gemeenschappelijke belangen delen is een menselijke ervaring dat leidt tot gevoelens van het zichzelf niet langer alleen voelen en gedragen worden en kan voordelig zijn voor iedereen. Het kan een bron worden voor het putten van de nodige energie. Een bundeling van krachten is tot meer in staat dan één alleen. De verrassing van deze nieuwe maanenergie kan wel eens een opening zijn voor de start van het ontmoeten van nieuwe bondgenoten, bij wie we echt kunnen thuiskomen en onszelf zijn. Een reden om dankbaar het gezelschap te verwelkomen en te vieren in ons leven. Het bijeenkomen kan wel eens heel wat in beweging brengen, dat ons verrijkt en gelukkig maakt, en de donkere wolken in ons leven verdrijft, en de start van een nieuwe fase in ons leven. Ook al staat ons leven op zijn kop en zijn we onzeker waar we ons bevinden op de wegenkaart van het leven, en pogen we met de grootste moeite alles overeind en draaiend te houden, toch is het goed om even wat gas terug te nemen en te evalueren wat in ons leven anders kan. Sleutelen aan een gezonder evenwicht zal ons een vernieuwing van onze focus geven, bijdragen tot balans en een sterker gevoel van stabiliteit. En het zal ons helpen om de moeilijkheden, hindernissen waar we tegen aanbotsen in het leven, te overkomen.
Ze zullen niet langer een obstakel vormen die ons blokkeert. Wezen we als water, flexibel en met het nodige aanpassingsvermogen, om ons in elke situatie een nieuwe weg te banen. Proberen we onszelf niet druk te maken over de gekke omstandigheden waarin we ons bevinden. Jagen we onszelf vooral niet op, maar kiezen we bewust vanuit de balans binnen onszelf voor een rustig tempo. Vertragen, rustig aan is de boodschap. Het lukt ons wel. Hebben we wat geduld, begrip voor onszelf en de veranderlijke situatie waarin we verkeren. We zeggen vaarwel aan zelfmedelijden over eigen lijden. We zeggen vaarwel aan gevoelens van het zichzelf beroofd voelen van datgene waar we recht op hebben. Ons lijden, ons verlies, kan voorbij gaan, als we het toelaten om aan ons voorbij te gaan. Als we te veel vastklampen aan onze perceptie van wat oneerlijk is, zal het ons zozeer in beslag nemen dat we gevangenen worden van de val die het vormt en ons de ruimte om vrij te ademen en te bewegen ontnemen. De enige oplossing is ons slachtoffergevoel te laten vallen en onze droefheid te erkennen, zodat het op een natuurlijke, trage, rustige manier zichzelf met de nodige tijd en geduld kan oplossen. Kijken we naar datgene waar we dankbaar voor zijn, veranderen we onze mindset, onze gedachtegang. Nemen we onze eigen verantwoordelijkheid op, binnen alle gebeurtenissen en situaties. Hou moed, ook moeilijke periodes blijven niet duren, maar gaan voorbij. Hoe pijnlijk het ook is om te treuren en onszelf droevig te voelen, we staan er niet alleen voor. Er zijn mensen die éénzelfde lot delen. Er zijn mensen die éénzelfde ervaring delen. Wezen we elkaar tot steun en kracht in moeilijke periodes. En wie weet, kijken we ooit op een dag terug en zien we de grote waarde van de ervaring die we nu met ons allen delen. Blissvolle nieuwe maan, iedereen. Namaste.